Schoonlijke van? Schoonlijke van? Een cadeautje van een lieve papa en mama die thuis nog een mooie caravan hadden staan. Vol een leescaravan. Vonden dat een heel goed idee? Dan kunnen jullie 's middags tijdens de speeltijd hier een beetje komen lezen. Jullie zijn al op bezoek geweest binnen. Daar zijn een paar lieve papa's geweest die hier op school in het weekend en in de vakanties heel hard zijn komen werken om heel die leescaravan helemaal mooi te maken, zodat wij daarin kunnen gaan zitten en gaan lezen. D-A-N-K-U B-R-A-V-O Bravo! En nu een moeilijke, hè? B-I-Z ondergoed. Bijzonder goed. De burgemeester van Meissen die is hier hoogst persoonlijk zelf om onze leescaravan te komen opendoen. En hoe doen ze dat zo officieel iets openen? Met een schaal open doen. We gaan jullie niet langer in spanning houden, hè, mevrouw de burgemeester. Ik ben benieuwd. Ik ben eigenlijk ook heel benieuwd. Ik heb het binnen nog niet gezien, maar ik heb het nu hier buiten een hele coole caravan. Ik denk dat er hier heel veel kindjes willen in lezen. Daar ben ik zeker van. Jullie gaan aanschuiven om te lezen. En ik heb er heel veel geniet van. Ik ben er zeker van. Lezen gaat nu nog leuker zijn, hè? 5, 4, 3, 2, 1. Mevrouw de burgemeester, u mag als eerste binnengaan nu het officieel geopend is. Amai, prachtig gedaan gewoon. Er gaan heel veel kindjes zitten, heel veel kindjes van genieten. Van al die leuke boeken, van al die leuke verhalen. En in stilte samen lezen. En elke middag kunnen de kindertjes hier komen lezen. Rustig op hun gemakske een boekje lezen, want dat vinden wij hier keileuk! Op een leuke manier in contact te brengen met letters, met woord, met verhaal. En voilà, ik denk dat we daarin geslaagd zijn. Op de leescaravan en de ouderaad. Dat zien we.